Dit is Bouwdorp Journaal 2015 met Michel de Wit. Vandaag was de eerste dag van Bouwdorp 2015. Het was een mooie dag om lekker in de weer te zijn. En dat hebben onze timmermannen en vrouwen dan ook gedaan. Het thema van dit jaar is kermis. Dus we verwachten dit jaar suikerspringkramen, schiettenten en draaimolens. Ik ben zelf ook het veld ingegaan om te kijken hoe het eraan toe ging. Oké, goedemiddag allemaal. Zijn jullie met Jay? Hey, hoe gaat het jongen? En vertel even meer over jullie hut. Met hoeveel slaan jullie? Met z'n drieën. Oké. En wat zijn jullie aan het maken? Boomschuttersnet. Ja. Oké, okay, vertel. Zijn we al bezig met het bord. En Dus hier ook komen de borden op, die gaan jullie schilderen. Ja. En op deze. En vanaf daar mag iedereen gaan schieten. Ja. Daar zijn we nog bezig met een bord. Oké, top idee en we gaan het afwachten. Bedankt hè. Ja, dankjewel. Dit is Willem. Goedemiddag. Hoi. Wat is je naam? Robin Huibers. En wat is je functie? Niks. Wat is je functie? Ik ben vakbegeleider. Dankjewel. Dankjewel. Jongens, wat zijn jullie aan het maken? Een hut, maar kermisthema. Wat gaan jullie maken? Ik denk dat we niet echt iets met kermis willen doen, maar meer gewoon een klein huisje. Helemaal goed. Vinden jullie het wel leuk? Ja. Gaat het goed? Ja. Kunnen we wel, alleen wat kermisdingen zijn. Ja, want ik zat denk om heel misschien nog hekjes te plaatsen en daarin nog een wipplap. Ja, dat is een top idee. Ik zeg gewoon doen en we gaan het zien. Alleen wel een beetje jammer dat ons broertje niet mee kan doen, want die is door zijn engel gegaan. Dus nu kon hij niet meedoen. Dus dat is een beetje jammer. Dat is heel jammer. Maar succes jongens, het gaat goed. Yes, bedankt jongens. Ja. En dan nu het weer met Tom slaat het weer nog om. Goedenavond. Vandaag was een droge dag en aan het eind van de dag kwam de zon nog een beetje door. Morgen kans op een druppeltje regen en aan het eind van de dag komt de zon plaatselijk een beetje door. En dan het weer voor de rest van de week. Woensdag 60% kans op regen en het wordt tussen de 14 en de 12 graden. Donderdag overwegend bewolkt met hier en daar een spatje regen. En dan nu terug naar Michel de Wit. Dit was Bouwdorp Journaal. Wij wensen u een fijne avond. Tot morgen.